gewone hoornbloem. Deze. Witte klaver staat hier vegetatief tussen. Brunel, witte klaver. Ja. Hier hebben we denk ik een speerdestel. Een speerdestel, veldzuring. Ja. Staat hier ook nog. Valeriaan. Ja. Oh, en vergeet het riet niet. Riet. En de kattenstaart. Kropaar staat er. Hier heb ik peen. Wat ik nu aan het doen ben, ik hou gewoon direct in mijn laptopje hou ik gewoon bij wat de mensen doorgeven aan plantenwaarnemingen. En dan wordt het doorgestuurd naar de nationale database Flora en Fauna. Dus ik maak een totaallijst van alle soorten die we vandaag gaan tegenkomen. Kijk, Edwin, hopklaver. Hopklaver hadden we ook nog niet. Mooi. Hier is rode kanoelje. Dit is het kilometerhok. Dat is een hok van een kilometer bij een kilometer. Om dat een beetje efficiënt te doen, bezoeken we zoveel mogelijk verschillende gebieden. Een stukje oud industrie, een beetje water, bos en een woonwijk. En op die manier krijgen we aan het eind van de dag een totaallijst van alle verschillende planten die hier staan. Nederland behoort als het gaat om onderzoek naar wilde planten tot de best onderzochte landen ter wereld. Maar zelfs hier hebben we plekken die niet of nauwelijks in kaart zijn gebracht. Zoals de Noordoostpolder, een zogenoemd wit gebied. Ik ben hier voor het eerst nu. Ik heb ook eigenlijk geen idee wat ik kan verwachten, maar dat maakt het ook altijd spannend nieuwe gebieden bekijken. In eerste instantie laat ik gewoon op alles, want je wil gewoon zo compleet mogelijke soortenlijst. Maar op den duur ga je ook wat specifieker zoeken naar bepaalde biotopen waar je soorten kan verwachten die je nog niet gezien hebt. Hebben jullie nog andere soorten? Ja, hier, rietgras. Oh, rietgras hadden we ook nog niet. Mooi. Nee, ik zie geen enkele aan erop. Hij is hartstikke kaal. Je bereidt je wel een beetje voor dat je al een beetje weet van naar welk kilometerhok je gaat. En dan heb ik al thuis al een beetje een route bedacht. En dit geeft gewoon verrassingen. Ik weet niet wat ik aantref. Het kan tegenvallen, de bermen kunnen gemaaid zijn. Kijk eens, smalle waterpest. Thea, ga je mee? Dan lopen we naar het volgende stuk. Okay. Even tijd voor een tussenstand. We zitten nu op 45 soorten in dit laatste stukje van 50 meter. Hier nog varkensgras. Varkensgras. Straatgras. Er zitten zieken nog best wel veel soorten tussen die voegen van de stenen in. Hier bijvoorbeeld straatgrassen, die heet natuurlijk niet zo met de zonderheden. Die is gewoon veel op straten te vinden. Maar dit zijn soorten die goed tegen betreding kunnen. En daarom zie je ook dit soort soorten, zoals liggende vetmuur. Die komen gewoon eigenlijk bijna niet buiten die groeven uit. Ja, nog veel meer bleekgele droogbloem. Ja, inderdaad. Groot aantal. Staat hier best wel veel. En hier hebben we een vingergras. Vingergras? Welke? Ja. Dat is even spannend. Ja. Ja, harig vingergras. Mooi, leuk. Dat is de zeldzame van de twee. Nee, er zijn twee soorten, glad en harig vingergras. En harig vingergras is degene die het de meest warme plekken staat. Dus met de opwarming van het klimaat en de zachtere winters is hij langzaam bezig om Nederland te veroveren. Het is leuk om deze soort nu hier te vinden, want dat betekent gewoon dat die soorten oprukken binnen Nederland. Dus die verplaatsen zich naar het noorden. We zitten nu op 54 soorten, dus het telt lekker op. Ja. Zullen we een stukje van de oever mee pakken? Ja, lijkt me goed. Dus even kijken jongens. Ah, er staat nog drijvend fonteinkruid. Oh, dit is ook leuk. Kijk eens. Blaasjeskruid. Blaasjeskruid. Nou, je ziet ook heel mooi die vangblaasjes erin zitten. Dus dan vangt die watervlooien mee. Dit is een vleesetende plant. En het is ook wel leuk dat we die hier vinden, want zoveel waarnemingen van blaasjeskruid hebben we natuurlijk helemaal nog niet in Noordoostpolder. Ja, watermunt. Oh ja, ja. De Noordoostpolder is natuurlijk 75 jaar geleden ingepolderd. Toen was het een beetje brak en langzamerhand is het aan het verzoeten. Dus je kunt weer allerlei nieuwe waterplanten verwachten die dus vanuit de wieden en de weren hebben langzamerhand het gebied koloniseren. Oh, puntkroos. Ik heb hier ook nog veel wortelichtkroos. Planten met pluis, dat gaat heel snel. Die zijn in 2-3 jaar tijd hebben ze de hele polder bereikt. Maar planten met grote zaden, die doen er veel langer over. En het is leuk om te kijken, zo'n momentopname van wat hebben we nu al. Hier staat nog kluwerhoornbloem, veldereprijs. Ja, kluwerhoorn had ik net genoteerd. Oh, ja. Dit is wel leuk. Waarschijnlijk de eerste vondst in de Noordoostpolder. Rode schijnspurrie waarschijnlijk. Ja, rode schijnspurrie. Mooie grijze steunblaadjes. Dat is waarschijnlijk gewoon meegekomen met het zand, hè, waar de stenen op de straat zijn. Dat lijkt mij een Duits schilderkruid. Wat graag. Ik ken de Noordoostpolder helemaal niet goed. Ik ben er helemaal niet bekend, maar het gebied heeft ook niet echt een reputatie van floristisch interessant. Ik bedoel, het is gewoon één grote polder met veel landbouw.
Het is niet voor niks een wit gebied natuurlijk. Dus het is heel erg leuk dat we hier nu naartoe gaan. Kijk eens, Postelijn. Ook zo'n warmte binnenhaar. Die zagen we hier 15 jaar geleden in de Noordoostpolder nog niet. Rukt op in Nederland als gevolg van klimaatverwarming. De winters zijn warmer en de temperaturen door het jaar heen ook. En daarom is het ook zo van belang dat we elk jaar met vrijwilligers in de gaten houden wat er allemaal staat en wat de veranderingen erin zijn. Nou, raad eens. Hoeveel soorten hebben we nu al gezien? 80. 80, jij zegt? Ik wil wel 80 zeggen. Jij ook 80? 87. Oh, netjes. Mooi, hè? Prachtig, hè, dat blauw glitkruid. Ja. We moeten ook nog even bij die waterwegbreek kijken. Nog meer dingen? Ja, daar, die watermunt. Watermunt. Nou, jongens, de eindstand van vandaag. 100 bij 100 meter gelopen. We hebben 110 soorten. Kijk, dat is beter werk.